We gaan verder met Roda JC tegen Excelsior. Roda leek hard op weg om zich te melden in de strijd voor Europese tickets. Maar vorige week ging het ineens fout tegen VVV. Cruciaal was de gemiste strafschop van topschutter Mats Jonker. Penalties zijn niet het ding van Jonker. Hij nam er 7 in Limburgse dienst en miste er 3. Bijna 14.000 toeschouwers in het Parkstad Limburg Stadion. Scheidsrechter is Tom van Sichem. Commentator is Philip Koken. 4 minuten gevoetbald. Het zal voor Roda geen verrassing zijn dat Excelsior speelt met 3 verdedigers. Overtreding van Steensel. 1 van die 3. Vormer. En de ruiter in moeilijkheden. Jonker. Lekker balletje en de kopbal is raak van Vukovic. De ruiter wordt daar enigszins gehinderd, maar vooral door zijn eigen ploeggenoten. En als Jonker hem dan goed voorkrijgt, heeft Nieveld geen vat op collega-verdediger Vukovic. 1-0 voor Roda. Ramsey heeft hem. Prima verdedigend werk van Ramsey, want daardoor is Jonker nu weg. Alleen Malky is mee voorin. Maar nu sluit ook de Beulen aan en komt daar de treffer aan. Van Davy de Beulen. En het begint allemaal bij Ramsey. Dan is Roda ineens weg, is Excelsior achterin uit positie. Knalt Watemaleo zijn mandekker tegen een ploeggenoot op notabene. Waarna de Beulen er heel simpel 2-0 van kan maken. Wielaert. De Beulen. De bal komt voor en Malky. Donald Vormer. Vormer. En dat is 3-0. Vormer. Zeer waarschijnlijk is het laatste seizoen voor Roda. Geeft het publiek een volgend doelpunt. En het gaat allemaal zo simpel bij Roda JC. Donald klimt het hoogst. Maatsen wordt weggezet. En nu is er ruimte. Nu is er ruimte. Vormer. Op het juiste moment meegegeven aan William Pluim. Ook Soutjewin is mee. En die mag het afmaken. En nu zou ik William Pluim maar heel snel opzoeken. Soutjewin. En hij heeft het begrepen. Nieveld wacht te lang en is dan de bal kwijt aan Soutjewin. Hier gaat Vukovic. Aan de wandel. En zover komt hij normaal gesproken nooit. Donald lekker aangenomen. En mooi afgemaakt ook. Mitchell Donald. 5-0. Het eerste half uur van de tweede helft geloofde Roda het eigenlijk wel. Speelde in een laag tempo, maar als het dan ook weer even aanzet, zitten er ook zomaar weer 2 in. Nu eentje van Donald. Pluim. Montaigne. En daar is nummer 6. De tweede treffer van Soutjewin. 3 goals binnen een tijdsbestek van 6 minuten voor Roda. Soutjewin kan er nog maar net bij. Dit is dan de eerste echte fout in de wedstrijd van doelman Wesley de Ruiter. Lebedinsky. Als de Ruiter komt, maar de bal niet heeft, mag deze Poolse invaller ook nog een keertje scoren. Nu worden dit toch wel erg pijnlijke cijfers voor Excelsior. Lebedinsky timt goed. Wesley de Ruiter neemt even de verkeerde afslag. En het is 7-0. En Roda wint niet alleen met 7-0. Het houdt ook voor het eerst dit seizoen de 0. En dat is ook wat waard. De 25e speelronde in de Eredivisie begint met een onvervalste Limburgse derby. Roda JC tegen VVV. Roda verloor de laatste 3 competitiewedstrijden. Toch hoopt de club een einde te kunnen maken aan de succesreeks van VVV. Vorige week, even na de VVV, het clubrecord 1961 met 4 zegers op een rij.
Als dat record vanavond wordt gebroken, gaat algemeen directeur Hans Soentjens naar huis lopen. Tussen het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade en de Koe in Venlo liggen ongeveer 80 kilometer. En hij denkt daar zo'n 15 uur over te doen. In Kerkrade, Roda tegen VVV, u hoort Jeroen Guter. Achterin Bengt Jonker. Bal valt bijna voor Donald en helemaal voor Malky. En die schiet hem dan snoeihard binnen. Ah, het is een echte spits. Dan lijkt hij als een magneet naar de bal te worden getrokken. En denkt hij niet na, haalt hij verwoestend hard uit door het midden. Maar Gentenaar valt naar een hoek. En zo heeft Rode SC vroeg in de tweede helft de doelpunt te pakken waar het zo naar snakte. En wie anders dan Malky die dat doet. Nummer 18 al van dit seizoen. Vormer. Vormer, niet af te stoppen. Daar is de Beulen. 2-1. Roda zet de wedstrijd op zijn kop. Maar dat is wel een verdienste van de ploeg van Veldhoven. Die er een enorme snok aan heeft gegeven. En VVV al een kwartier lang onder de voet heeft gelopen. Vormer, Jonker, Vormer. Malky. En dan een duwende rug bij Vormer. Penalty. Forstemans speelt de vermoorde onschuld. Maar dat zetje in de rug was genoeg om Vormer uit balans te brengen. Natuurlijk Sanharib Malky achter de bal. En natuurlijk is het dan ook raak. Roda verslaat VVV. Het wordt uiteindelijk 3-1. En eindelijk weer eens winst dus voor de ploeg van Harm van Veldhoven. Maar daar zag het na de eerste helft allerminst naar uit. Maar Roda knokte zich terug in de wedstrijd. Niemands. Malky. Malky. Ja, natuurlijk. Sanharib Malky. Flederis heeft bewezen dat hij dit kan. En goal. De gelijkmaker. En zo gebeurt het dan toch. 1-1. De Loge. Jonker. De Loge. Weg is vrij. De Loge 2-0. Vormer. Tegen Gort erop. Nu gaat hij zelf schieten. Vormer. Vormer. Bal aangeraakt en goal. Daar is Vormer. Maar die wil graag naar het rechterbeen. Vormer. Uit de draai en de goal. Van Malky, die al goed op dreef is. Een van de twee spitsen bij Roda. Het is de eerste kans. Ramsey. Daar gaat Donald. Daar gaat Donald. Eerder bij de bal dan Coutinho. Uitstekend afgemaakt door Mitchell Donald. En eindelijk wordt het overwicht van Roda uitbetaald in een doelpunt. ADO verdedigt met de linies kort op elkaar. Maar eindelijk is de ruimte daarachter. En Donald doet dat uitstekend. Tikt de bal in de verre hoek langs Coutinho. En de voorsprong is verdiend voor Roda. Te Wierik. Met het hoofd niet goed, met de voeten eigenlijk ook niet. En dan is Jonker weg. Jonker! Oh, prachtig doelpunt van Mats Jonker. Goed geraakt, goed geschoten. En pas weer geen kans. Ramsey. Pas weer, wacht af. En dat had hij beter niet kunnen doen. Want wie zei er ook weer iets over Mats Jonker? Zijn tweede. Jonker met de voorzet. En daar is de goal voor Roda. En weer is het Malky die het doet. Het is het eerste gevaarlijke moment. De voorzet van Jonker is uitstekend. En Malky kopt raak. Ook nog even via Paulsen. Esteban daardoor uiteindelijk kansloos. Roda leidt vroeg in de wedstrijd. En dat is verrassend. Hij is toch goud waard dit seizoen bij Roda JC.